Onze eerste gespierde gast is deze vroege vogel, Yannick. Ik sta meestal om 5 uur op en ik woon naast de sportschool. Dus ja, 4:15 ben ik zeker wel in de sportschool te vinden. Oh god, oh god, oh god. Waar krijg ik het warm van? Ja, toch wel als iemand er goed verzorgd uitziet, sportief eruit ziet. Hi. Welkom in het First Days restaurant. Dankjewel. Wat zie jij er goed uit? Dankjewel, jij ook. Je buitenkant is vaak wel een weerspiegeling van je binnenkant. Als je van buiten ziet dat iemand zich goed verzorgt, dan betekent dat vaak ook wel dat hij zich van binnen goed verzorgt. Kom, wat is dat voor lachje, Yannick? Ongemakkelijk lachje. Ja, toch? Jezus. Het mag er wel zijn, hoor. Ga lekker zitten en ongemakkelijk verdwijnt vanzelf. Welkom. Hey. Zo. We beginnen met een drankje. Een gingerbeer, alsjeblieft. Yes. Ik ben gestopt met drinken. Ik heb een doel voor mezelf gesteld om dat 1000 dagen vol te houden. Omdat je daardoor eigenlijk veel beter gaat nadenken. En je gaat ook niet je brein elke weekend in alcohol laten zwemmen. Hey, en qua daten, wat voor iemand zou je nou leuk vinden hier? Een mooie, sportieve uiterlijk. Ja. Sprekende ogen. Ja. Dus als ze jouw ogen zou hebben, dan zou het goed zitten. Ik lees wel even uit voor een date. Komt goed. Ja, qua innerlijk gewoon niet een leeghoofdig, niet-zeggend persoonlijkheid. Maar dat diegene ook wel een eigen mening heeft. Ja. En dat diegene weet wat hij wilt. Ja. Met een ijzeren discipline en dito-conditie is dit Nathalie. Sporten geeft me een goed gevoel omdat je je lichaam onderhoudt. Dus je ziet natuurlijk veranderingen. En ik vind het heel fijn om eigenlijk een beetje die vrouwelijke cursus te hebben. Ik zoek een jongen die wel het leuk vindt om naar de sportschool te gaan. Dus dat we het ook samen kunnen doen wellicht. Uh-oh, nu gaat het gebeuren. Nu gaat ze komen. Ze komt. Maar ik hoef niet iemand die continu zijn rijst met kip en broccoli moet eten. En dat je niet eens uit eten kan. Hallo, Nathalie. Hi. Wauw. Nou, killer boots hoor. Ja. Ja, dat is het eerste dat me opvalt. Wat leuk dat je er bent. Dat je, ja. Damn. Wat een mooie vrouw. Dat dacht ik. Ja, een mooie outfit. Ze had glitterlaarzen aan. Shiny, opvallend. Daar hou ik wel van, ja. Prachtig zie je eruit. Dank je wel. Ga lekker zitten. Hi. 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 Ze gaan niet veel doen. Hi. Nathalie. Kut. Maakt niet uit. Nathalie. Ja, Nathalie. Wat is jouw naam? Yannick. Yannick. Ja. Hi, aangenaam. Heb je er zin in? Ja, zeker. Wat heb je te drinken? Een mocktail, gingerbeer, nog iets. Stop. Ik wilde ook een mocktail drinken. Drink je wel of helemaal niet? Nee. Jij wel? Ja, soms. Het is zeker een aantrekkelijke jongen, ja. Nou, hij is sowieso een hele mooie lach. Hij heeft mooie tanden. Gewoon de manier hoe hij doet eigenlijk vind ik nog aantrekkelijker. Gewoon heel nette jongen, beleefd. Mooie laarzen. Ja, ik heb wel heel veel complimenten gehad. Ja? Ja. Hou je van shiny... Ja, ik ben meestal wel, tenminste als ik uitga of met vrienden, hou ik er wel van om een beetje in de spotlight te staan. Ja? Dat vind ik wel leuk. Ik vind in Nederland dat ze best wel wat saaitjes zijn. Ja? Gewoon wat saai kleding aan hebben. Jij bent niet zo saai dus? Nee, ik vind het wel leuk. Ja, tuurlijk heb ik ook wel eens, ik werk in de fitnessindustrie. Dus okay. Ik heb ook wel gewoon mijn legging aan en mijn sweater en zo. Wat doe je dan? Het is zeg maar geen sportschool. Ja? Maar het is meer een fitnessclub, dus een lifestyleclub. En wat voor klanten komen daarop af dan? Ja, mensen die niet houden van sporten. Aha. Ja. Oké. Okay. En dus die moeten echt gemotiveerd. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je. Nou, cheers. Ja, cheers. Of een date. Ja, dus je moet je heel erg motiveren. Mm-hmm. En lukt dat? Wat denken jullie dat er nu gaat gebeuren? Oh, eten. Ik weet het niet. Kom. Ja, eten. Ja. Yes, wat fijn. Kijk eens. Dank je. Voor. Dank je wel. En nagerecht. En ontzettend veel plezier samen. Dank je wel. Dank je wel. Wat is je naam trouwens? Oh, Nathalie. Ik heet Yannick. Ik ga hem niet meer. Het is heel erg, want ik moet 300 namen onthouden voor werk. En ik weet alle sporters hun naam. Maar ik wist dat dit ging gebeuren. Yannick, oké. Okay. Weet je van al die 300 mensen hun naam? En van mij niet? Ja, maar dan is het wel... Wat zegt dat dan? Ja, nee, gewoon chaotisch zijn. Ben je chaotisch? Ja, heel chaotisch. Ja. Oké. En sport je? Ik sport. Ja, op dit moment niet. Ik heb een blessure. Helaas. Oké. Ja. Wat voor blessure?
Ja, een hernia. Oké, maar hoe heb je dat opgelopen? Door... Ja, door trainen. Verkeerd te trainen. Ja, en uiteindelijk kom je dus terecht waar ik werk. Oh, echt? Ja. Oh, je werkt bij een revalidatiecentrum. Nee, maar er komen heel veel mensen met hernia's. Ja. Wat heb je hiervoor allemaal voor werk gedaan? Heb je altijd in de sport gezeten? Nee. Wat is je opleiding? Ik heb voeding en diëtetiek gestudeerd. Ja. Toen heb ik een opleiding gedaan voor schoonheidsspecialisten. Ja. Kijk, lekker. Mesje. Dankjewel. Toen ben ik wel als wakser gaan werken. Als wakser? Ja, ontharen. Oh. Oké. Okay. Ja, en dat heb ik... Dus jij bent helemaal glad. Ik wist niet of daar een haartje op zat of niet, dus daarom stelde ik die vraag maar. Nou. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Je moet wel zeggen als wat tussen mijn tanden zit, hoor. Heb je daar snel last van? Ja. Oh, ik ook. Je moet elkaar helpen. Heel sticky. Mm. Dan gaat soms wat tussen je tanden komen. Eet jij snel? Ja, sorry. Ik eet altijd snel. Ik dus heel langzaam. Neem je tijd, we hebben alle tijd. Hoe langer je erover doet, hoe beter we elkaar leren kennen. Heb jij veel vriendinnen? Een vriendengroep? Ik heb geen vriendinnengroep. Ja? Maar wel gewoon veel losse vriendinnen. Oké. Okay. Ja. En vrienden. Ja? Maatjes. Ja, hoe vind je dat? Fijn voor jou. Ik heb een beste vriend. Die valt op mannen. Ik wou net zeggen. En ik heb nog een andere beste vriend. En die... we zijn gewoon heel relaxed met elkaar. Die valt niet op mannen? Nee, die valt op vrouwen. Ook met benefits? Nee. Nee, zeker niet. Nee, we zijn echt wel goede vrienden. Hoe kennen jullie elkaar? We kennen elkaar via een dating site, app. Zo hebben we elkaar ontmoet. En uiteindelijk achterkomen dat we toch beter vrienden kunnen zijn. Ja, gewoon gezellig toch. Ik heb ook vriendinnen. Die heb ik niet ontmoet op een dating site. Weet je, dat kan, dat het nu wel een vriend is. Maar dan vraag ik me af van hoe kom je dan bij elkaar op een dating site? Want als die fysieke aantrekkingskracht er niet zou zijn, dan zou ik denk ik niet ook in contact komen met diegene. Want het is best wel vlees kijken, toch? Maar hoe kan zo'n aantrekkelijke vrouw als jou dan nog geen vriend hebben nu? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat ik altijd een beetje de verkeerde jongens deed. Ja? Ja. En wat voor types deed jij? Wat voor types deed ik? Waar val je op? Mooie vrouwen. Met een mooie uitstraling en sprekende ogen. Sprekende ogen heb je zeker. Dank je. Ben je veel bezig met je uiterlijk? En dat je wilt dat mensen een bepaald beeld van jou hebben? Niet dat mensen een bepaald beeld van mij hebben. Meer gewoon voor mezelf. Maar ik denk dat het ook wel een stukje is omdat ik vroeger heel onzeker ben geweest. Waarover? Over mijn uiterlijk. Dat je toch wel wat zekerder wilt overkomen. Ik moet ook wel zelfverzekerd zijn, omdat ik heel vaak ook op beeld moet staan voor werk. Ja? Van filmpjes, ja. Van social media. Oh, echt? Zijn je veel op social media? Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké. Okay. En als jij je eigen zelfverzekerdheid met een cijfer zou uitdrukken, wat zou je dan geven aan jezelf? Ik denk een 7. Omdat ik toch wel wat dingen aan mezelf laat doen. Wat laat je aan jezelf doen dan? Botox en fillers. Heb jij dat niet gedaan? Je lippen? Ja. Ah, oké. En ik doe altijd botox. Waarom doe jij botox? Ja. Je bent 27, toch? Ja, preventie van. Als je op latere leeftijd kan voorkomen dat je rimpels krijgt, ja, waarom niet? Ja, maar waar heb jij botox in laten spuiten? Dus hier en hier. Plastic fantastic. Nee, grapje. Verder ben ik helemaal... Natuurlijk. Ik hou er wel van, hoor. Gewoon het nep of het natuurlijke? Allebei. Ik heb wel eens nep lippen gezoend, ja. Ik kan het zeker wel waarderen als vrouwen zich mooier laten maken door bepaalde ingrepen. Maar wie gaat er betalen? Ik. Kijk, je hoeft niet... Ik vind een splitten verschrikkelijk wat er is. Ja. Je hoeft niet, zeg maar... Ik zou niet willen dat de man altijd betaalt. Nee? Op de first date? Dan alleen. Wat ziet het niet doen, hè? Afknapper. Ook al is hij een 10.
kan er nog een tweede kans gegeven worden. Ja. Ja. Daar zitten we dan. Alsjeblieft. Yes. Dank je. Mag ik binnen? Het moment van de waarheid. Het moment van de waarheid. Ja, dan is de vraag natuurlijk, wil je elkaar nog een keer zien? Inderdaad. Ik zou je nog wel een andere keer willen zien in een andere setting. Zeker, ja. Oké. Okay. Ja, nee, lijkt me ook leuk. Kijk eens. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, hebben jullie genoten? Ja, zeker. Ja, daar ben ik blij om. Ja. Dat we gewoon even op ons gemakje gewoon wat leuks gaan doen. Zeker. Ja, volgende keer moeten we even iets actiefs doen. Volgende keer moeten we zeker iets. Even de calorietjes verbranden. Zo is dat. Ja. Dat lijkt me een heel goed idee.